Welkom allemaal bij aflevering 80 LSPDFR bij Prio Gaming. Vandaag hebben we wederom een nieuwe character. Dit is Mark. Mark is agent bij Den Diamond Corps. Als je kan zien, we gaan lekker met hem mee op de dienst. En Mark heeft er heel veel zin in. Ik hoop jullie ook. We gaan lekker beginnen. Het is een mooie zonnige dag. Daar komt de Tigersambulance langs stieren, zie ik. Nou, dat u. We stappen in van de Touran 2016. Deze is aangevraagd. Via het kanaal. Dus dat doen we dan ook. We gaan lekker deze kant op. Dan gaan we eens kijken wat deze dienst ons brengt. Eens kijken of er een melding voor ons in het verschiet ligt. Verderop zouden er wat auto's racen. Zouden gevaarlijke situaties op de weg veroorzaken. Gaan we even die kant op. Gaan we even kijken of we dat kunnen doen. Kijk, we gaan ons natuurlijk niet opdringen, maar we willen wel even voorlangs. Kijk, we hebben haast. Hier is het rood. Kijk, we hebben natuurlijk geen toestemming voor zwaarlicht sirene, maar we kunnen natuurlijk wel gewoon gebruik maken van onze vrijstellingen dat we door rood mogen en kunnen. Gaan we even kijken bij die auto, bij die straatrace. Kijken of we mensen kunnen vinden. Dan komen we goed. Bij de straatrace, ik vermoed dat het zullen minimaal twee auto's zijn. En die zullen dan keihard wegrijden. Dus ik vermoed de achtervolging. Drie. Oh, even uitkijken, Dickie. Ben benieuwd of we ze kunnen vinden. Ze zou die om de hoek zijn. Nou, suspect 1. We gaan voor suspect 1. Ze zijn denk ik hier. Suspect 3 in a dark red de classe. Meneer. Wat is dit? Staan blijven, jij bent aangehouden. Stop whatever the hell you're doing. Oh. Politie, staan blijven. Zoek de banden, wordt geschoten. Achter die auto, oh 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 oh. Even spoedassistentie. Ja, pak even je wapen, kom op. Staan blijven, ze weer op zijn gericht. Er wordt geschoten als je dichterbij komt. Als je me aanrijdt, ga ik schieten. Achteruit. Banden schieten. OC spoedassistentie. Schoot gelost, persoon werkt niet mee. We hebben schoten in heb. Verdachte is er vandoor gegaan te voet. In noordelijke richting vanuit de garage. Gaan we momenteel over op aanhouding. Nou, dan komen de collega's aan. Deze moet even met spoed vervoerd worden. Gaat weer helemaal fout. Nou, in ieder geval assistentie is hier. Nee, nee. Ja, nee. Nou, hij gaat instappen waarschijnlijk. Onderzoek, kijk, daar is nog een verdachte, of niet? Daar ja. Gaan even rennen. Politie. Maar aangehouden, staan blijven. Op de grond, liggen nu. Zoveel als op je gericht bij elke verdachte richting wordt er geschoten. Ik herhaal, zoveel op je gericht bij elke verdachte richting wordt er geschoten. Staan blijven dus. Maar aangehouden, we niet antwoorden, verplicht, recht, paraat, maar ja. Precies. Nou, wij moeten. Nee. Ik word niet goed van die gast. Stap in je auto. Oh mijn god. Worden ze niet? Ze worden toch opgehaald? Nou precies, nee, haal hem eruit, want we gaan op. Ik moet op boevenjacht. Ik heb meer te doen. Dat dacht ik. Nou, dan komen we hem halen. Ja, dat is Max. Max, hey, Walnut. Hey, je bent aangehouden, jong. Nou, inderdaad, jij bent ook. Hij doet de deur dicht met zijn handboer op zijn rug. Nou, anyhow. Ik ga even mijn deur dicht doen. Dat bedoel ik. En dan gaan wij vervolgens met spoed richting die verdachte.
Die gaat er vandoor en die is wel op ons geschoten. Dus die gaat hem krijgen. Dan gaan we ook gewoon maximaal gaan we erop. Moeten we even niet afschrikken. Ja, daar rent hij, die Maleier. We gaan hem pakken. We gaan voor goud. Nou, hoe komen we daar? Hij heeft de pistool nog steeds in zijn handen. Zee, een graagwagentje erbij voor de gewapende persoon hier. De La Mesa, inderdaad. Oh, aan de kant. Nou, ik wou zeggen, hoe gaan we hier naar binnen? Dat is opgelost. Hij wordt aangehouden daar. Rennen, kom op. Collega's hebben hem denk ik op de vuurlijn. Pak hem maar. Dat gaat goed. Nou, persoon ook aangehouden. Middels BTGV. Dus OC 1 AT gemaakt. Volgens mij hebben we ze allemaal. Dat is boffen. Nou, kan het wapen weer weg. En dan kunnen we weer richting de auto. Nou, dat is gunstig. Hij is aangehouden door een ander. Dus daar heb ik geen omkijken meer naar. Even de auto weghalen. Kan ik je helpen? Oh, die denken dat het is voor een vak. Oh. Nou. We gaan rijden in ieder geval. Deze melding hebben we dus voltooid. Dat is wel even gunstig. We have a high-ranking game member in transit in Rancho. Okay. Dat is wel kicken dus. Charlie 4, roger that. Inderdaad, nou wij niet. Oh ja, groen. Dispatch calling unit 1, Lincoln 18. De pursuit of a tank. Nou, dat vind ik wel een beetje heel erg ver gaan. Is er iets anders dan auto's? Iets anders dan auto's? Die is voor de die narcotics trafficking. Dat is dus mogelijke drugstransport, maar dat is voor de Marische Zee. Dus dat... Daar zal ik binnenkort ook weer eens een keer mee gaan, maar dat is helaas niet voor ons. Ja, dus alleen maar voertuigen, gestolen voertuig, iemand die in de auto zit. Assault. Daar doen we het voor. Assault, er wordt dus iemand aangevallen. Dus er is hier iemand mishandeld, assault. We gaan even kijken. Nou, daar gaan we. Hier om de hoek zou het zijn, dus ze zijn te plaatsen. Nou, dan drukken we even een drietje ter plaatse. Nou. Goedendag, dus ik kan ook net goed naar het bureau lopen, maar het is niet anders. Meneer, alles wat ik zag was hem achter haar aanrennen. En zij vertelde dat hij op moest rotten. Hij probeerde haar te grijpen en zij duwde hem weg. En ik zei tegen hem dat hij normaal moest doen en dat hij weg moest lopen. En hij vindt het een beetje raar. En hij zegt, als je een vrouw slaat, dan krijg je wat je verdient, toch? Dat is ze. Nou, meneer. Hey, meneer. Meneer. Oké. Ja. Dan gaan we even met haar praten. Agent, wat goed dat u er bent. De man was net weg, nou die staat hier nog. Ik was eigenlijk van de straat aan het lopen en hij kwam bij me toe. En hij, ik hou van je, het was heel eng. En ik vertelde hem dat hij op moest rotten en dat hij me alleen moest laten. En dat ik één keer liep weg. En in één keer sprong hij op me en begon hij me te slaan. En die aardige man die heeft me gered, maar hij is weg. En hij zei dat hij terug zou komen. Maar ik denk dat hij een wapen had, is dat zo? Oké, meneer, mag even je handen uit die zak houden. Geen gekke dingen doen. Ik ga u even boeien voor u en mijn veiligheid. Ik ben aangehouden voor mishandeling. Schrijft u wapen bij u. Blijf even staan. Anders ga ik je echt een handje helpen. Ik ga even fouilleren. Nou, hij heeft niks bij zich. Doe eens even rustig daar, mensen.
Want A is aangehouden voor mishandeling. Mevrouw gaat aangifte doen. Ik ben niet het antwoord verplicht. Ik heb recht op een raadsman. Verder gaat hij mee naar het bureau. Dat is hierachter. Dan zoek ik het er even uit. Even tegen mevrouw. Mevrouw, we nemen hem mee. We zien u zo op het bureau. Kunnen we je helpen, meneer? Sorry, ik zou niet mijn auto aanraken als ik jou was. Verstippen niet naar de auto te stelen hier. Meneer, als u nog één keer tegen mijn auto aanrijdt, dan gaat u ook mee. Want u rijdt tegen mijn verdachte aan. Ja, dat is typisch GTA weer. Ik stap wel even in, want dit is anders niet te doen. Oh mijn god, ja. Nou ja, daar ligt de collega op de grond. Het is niet anders. Waarschijnlijk gaan ze op hem schieten. Wij doen alsof we dat niet zien. Wij gaan gewoon richting het... Wat is dit? Dit is toch... Die gast rijdt tegen het verkeer in. Ja, ik vind het goed. Ik ga hier mijn verdachte afleveren. En aangezien ze schieten, rijden we even ietsjes door. Tegen de regels in. Maar daar zijn we er weer vanaf. Dan brengen we hem even achter... iets te enthousiast bogie. Gaan we hier eens even lekker naar binnen en dan gaan we hem naar binnen brengen. Nou, ik zou zeggen stap uit. Kom maar. Ja, komt u maar. Precies. Nou, we gaan voorgeleiden. Hé, ze staat... Krijg nou wat. Ze staan hier niet. Dat is voor het eerst. Kom maar, meneer. Er is niemand in het bureau. Oh, dat is natuurlijk omdat ze buiten aan het maaien waren. Aan het schieten, denk ik. Dat zou wel gunstig zijn. Kom even hier. Kom even je schoenen uitdoen en je riem. Even je spullen op tafel. Ga ik er even één keer fouilleren. Kijk, en dan zie je maar weer. Net vonden we niks en nu weer wel. Een headshot. Ik vind het goed. Meneer, komt u bij mij? Ik pak hier bij deze cel altijd de verkeerde deur. Dat is altijd. Tenminste, de linkerkant in plaats van de rechterkant. Kom op, sheriff. Inderdaad. Dan gaan we even naar binnen. Hier, ho. Hey, je kan hier even gaan zitten. Er komt zo de hulpofficier van justitie. Die komt bij. Die gaat kijken of je aanhouding terecht is. Even niet schelden. Gewoon even luisteren, ja. Gaat het? Die staat er zo raar bij. En nou, die gaat dus toetsen of de aanhouding terecht is. Dan zal je waarschijnlijk ook nog even gehoord worden. Die mevrouw gaat aangifte doen. En als je vragen kunt stellen aan de collega van het ophoudcomplex, dan wens ik je in ieder geval heel veel sterkte en een fijne dag. Adios. Nou, jullie zullen wel denken, wat doen we in één keer hier? Dat klopt. Mijn game crashte helaas op weg richting een melding, dus ik heb dat er even tussenuit geknipt. We liepen net vanuit het bureau richting een inbruikmelding, maar ja, hij liep onderweg, liep hij vast. Dus we zijn nu alles opnieuw ingeladen en weer ingemeld en helemaal okselfris. En we gaan verder. We zijn nu op weg naar een assistentieverzoek bij Vespucci. Volgens mij zou het gaan om een aanrijding met letsel. Dat is niet helemaal duidelijk. In ieder geval, we zijn erbij geroepen. We hebben de versneller aan. We staan helemaal ingeklemd hier. We kunnen niet door. Mensen, als jullie niet aan de kant gaan... Dat dacht ik. We hebben in ieder geval haast. We rijden dus lekker even die kant op. Het is een Vespucci, zoals ik al zei. Dat is bij het strand, dat is die wijk. Ik ben benieuwd. Ja, mensen, we hebben echt enorm veel haast. Jullie zijn allemaal niet heel erg meewerkend vandaag. Dus we moeten even het gas erop. Even lekker het gas. Hey, ik ga binnenkort een episode met de boot doen waar iedereen om gevraagd heeft. Vraag me niet hoe. Ik ben nog bezig met dingen te verzinnen. Maar het komt eraan, zoals jullie beloofd hebben. Ik ga ook weer de Zulu doen. Ik ga iets met het arrestatieteam doen. Het wordt allemaal heel vet. Ik ga ook kijken of ik dingen kan combineren. Bijvoorbeeld een episode. Bijvoorbeeld dat ik een melding met de boot doe. En daarna met de Zulu. Zodat het zeg maar een soort van combinatie aflevering wordt. Dat ik eigenlijk gewoon... Want zeg maar, ik denk dat de Zulu aflevering te lang is. Of misschien ook niet. Moet je eronder even aangeven met een boot. Dus ik denk als ik gewoon van die speciale diensten ga bundelen in één episode. Dat je bijvoorbeeld gewoon drie calls hebt. Eentje met de boot, eentje met de helikopter en eentje met het arrestatieteam. Dat je dan bijvoorbeeld een hele vette episode hebt. Maar ja, we zijn nu te plaatsen hier zo bij de melding. We gaan even kijken wat er aan de hand is. Nou, dat is één collega. Hi, Truus. Oh, ik heb nog geen knuppelen, man.
Wat is cracking? Hey, wat is er gebeurd, man? Hit and run. Oh. Een vrouw. Iemand is die vrouw is aangereden. Om even kijken of iemand... Hey, mevrouw, heeft u de ambulance gebracht? Oké, ik kan u maar vertellen wat er aan de hand is. Een buccaneer ran on the curb. Dus iemand, een buccaneer heeft de stoep opgereden en nu heeft die man geraakt. En ze heeft een license plate. Nou. Dan gaan ze waarschijnlijk... Die gaat de ANPR in. Die gaan we dus pakken, denk ik. Nou, sorry jongens. Het, nu crash niet mijn hele spel, maar weer LSPDFR. Mijn excuses hiervoor, maar ik snap niet hoe het kan de laatste tijd dat LSPDFR zo vaak crasht. Ik weet niet of jullie er ook last van hebben als jullie het ook spelen. Laat hieronder even weten of jullie de call-outs die ik heb, of jullie daar ook last van hebben. Want het is gewoon niet leuk. Het is gewoon, ik ben soms wel een uur bezig om een episode van 20 minuten op te nemen. Zo vaak als het crasht. Het is gewoon echt, echt niet leuk. Ik heb deze call-out packs, dus we kunnen even kijken. Als die teksten natuurlijk even, ja, dat schiet dus ook niet op. Nou, blijf maar doorgaan. Reporting for duty. Nou, we kunnen in ieder geval weer verder. We zitten in de auto, maar als die teksten nou even opbouwen, dan kunnen we kijken. Ik heb al deze call-out packs. Laat hieronder even weten wat er, of jullie dat ook hebben. Want dan kun ik misschien weer betere episodes opnemen. Want hier kunnen we allemaal niks mee. Nou, in ieder geval, we gaan doen alsof we het leuk vinden. En we gaan gewoon verder. We gaan verderop richting een beveiliger die onze hulp nodig zou hebben. Nou, beveiliging roept natuurlijk niet zomaar de hulp in, dus we gaan even rapido die kant op. Het kan natuurlijk zijn dat ze iemand hebben aangehouden voor winkeldiefstal of dat iemand vervelend is. En dat is wel handig als wij er even snel bij zijn, want mensen vaak toch wat beter luisteren naar politie dan naar beveiliging. Dat is nou gewoon helemaal zo. En dan gaan we even lekker snel die kant op, even kijken hoor. Vol gas, ja hoor, daar gaat hij. En ik heb trouwens ook nog een andere vraag. Hoeveel zin... En ding is, hoeveel mensen zouden het leuk vinden als ik ga opnemen met facecam of iets? Dan moet je hieronder even typen. De eerste die dat typt en dan allemaal even liken. Want ik ben zelf niet echt van de facecam, maar als jullie dat wel willen, dan ga ik het overwegen. Ik heb wel gewoon een camera, dus laat hieronder even weten of jullie dat leuk vinden. En like die post ook van diegene die de meeste likes hebben, zodat ik het kan zien. Want als het er maar een paar zijn, ja, dan doe ik het niet. Want ik vind het zelf, ja, ik vind het zo niet zo super. Maar als jullie dat leuk vinden, dan wil ik dat best een keer doen. Dus dan laat het dan even weten. En dan zijn we er. Deze ken ik, hier moeten we erop. Nou, stappen we hier even uit. Volgens mij gaat die kerel zo rennen, of heeft hij een wapen? Tenminste, dat kan. Even kijken. Precies. Nou, hey. Hij ziet er een beetje dronken uit. Hey, joh, maat, wat is er? Hey. Oh, hij heeft eerder in het hotel ingecheckt. En hij heeft zich niet netjes gedragen. En hij heeft andere lasten gevallen. En zullen andere gasten weg hebben. Dus, nou ja, meneer. Dus, ze zeiden dat ik grappig bezig was. Denk je dat er iets grappig is aan mij? Nou, ik zie niks grappigs aan nu. Ik mag gewoon een hotel inchecken en dat is oké. Heeft u een legitimatiebewijs voor mij? Even kijken of we wat kunnen vinden van Trey Hawkins. Geboren op, dus volgens mij Amerika, dus 11 mei 1965. Niks aan de hand. Nou meneer, ik geloof dat ze u hier weg willen hebben. Dus u moet weg. En met moeten, dan zal ik nog eens vragen of die. Nou, wil niet. Nou, ja, volgens mij heeft hij niet verteld dat hij weg. Of tenminste, ik weet niet of hij dat zei. Zowel alleen, nou, weet je, maar we maken ervan dat hij weg. Meneer, u moet weg. Dat betekent dat u het gebied moet gaan verlaten. Doet u dat niet, dan gaan we u vorderen. En daarna gaan we aanhouden. Dus bij deze vordering voor de eerste keer dat u weg moet. En vorderen, dat wil zeggen dat ik u gebied weg te gaan. Doet u dat niet, dan wordt u aangehouden. Snapt u dat? Dat is bij deze de eerste vordering. Gaat u weg? Nee. Nou, dan vorder ik u nu voor de tweede keer. Dan gaat u ook niet weg. Nou, prima. Dan wordt u aangehouden. Gaat u mee naar het bureau?
Inderdaad. Kom aan. Nou, kom maar mee. Zo raar, als die mensen gewoon weggaan, dan is er niks aan de hand. Maar ze blijven gewoon staan, ja, dan ben je gewoon dupineut. Zo, wat vinden jullie trouwens van dit menu? Ik vind het wel mooi op zich. Dus het ziet er wel wat anders uit, iets minder realistisch. Maar qua uniform, het is wel, althans de broek en zo. Het kan op zich nog wel aangepast worden, maar ik vind vooral de functie van die hoofdjes die je kan maken, vind ik fijn. Ja, en ja, deze melding is voorbij, we gaan mee naar het bureau. Stappen wij in de auto. Nou mensen, dat was het van aflevering 80 LSPD of Art bij Prio 1 Gaming. Vond je het een leuk filmpje? Even blauw duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal. Volg me op social media. Je kan mij vinden op Instagram, Facebook onder Prio 1 Gaming. Check mijn website www.prio1gaming.nl. Ik dank jullie voor het kijken en tot morgen weer een nieuwe video.